Eigenlijk zeg ik vaak dat betalen voor mij een hobby is. Ik werk 26 jaar binnen de groep. Eigenlijk ben ik van in het begin al met betalen bezig. En heb ik daar in functie daarvan de evoluties gezien. Alles gaat toch meer en meer naar mobiel. Iedereen moet anyplace, anywhere, anytime zijn betaling kunnen doen. Zijn gegevens kunnen nakijken. En in die optiek zijn we eigenlijk altijd op zoek naar zaken. Om dat te kunnen verbeteren, nieuwigheden. Met altijd in het achterhoofd, het moet convenient, snel en gratis zijn voor de klant. Het gaat eigenlijk in C om een simpele QR-code, om het zo maar te zeggen, die maakt dat je een betaling kunt lanceren. En dat is wel heel belangrijk. Eens dat je de app gedownload hebt en je hebt hem gekoppeld aan je bankrekening, betekent dat als je in de winkel komt, dat je op het einde van de rit je betaling lanceert door het openen van de app. U scant de QR-code in aan de kassa. U geeft uw pincode in en u krijgt de bevestiging van uw betaling. Oké, okay, bedankt. Bye. We zijn eigenlijk verschillend met onze concurrenten dat we het eigenlijk over Hans de Groep, over alle winkels binnen de groep hebben uitgerold, inclusief onze mobiele websites. En daarin maken we toch het grote verschil met onze concurrenten die vandaag bezig zijn met tests in 1 of 2 winkels. Het project heeft geen enkele externe medewerker gekend. Het was een dedicated team, maar die wel zeer verspreid zat over de hele organisatie. Ook zelfs de lokaal. Mensen die niet allemaal hier centraal in Halle gepositioneerd waren, maar eigenlijk verspreid worden over de groep. En dan misschien alle enseignes, of moet dat of niet? Het is toch wel een heel tof en aangenaam project geweest om met een hele groep jonge, dynamische mensen samen te werken in zo'n team. Dus dat is altijd plus. Dat is altijd leuk.